standaard uitgeverij stellen voor. FC De Kampioenen, 50 kaarsjes. De eerste strip met klank. Jij zult te woelen. Ik wil slapen. Die datum van 18 juni laat mij niet los. Boma deed daar zo geheimzinnig over. Dan vraagt hem toch wat hij precies bedoeld heeft. Oh, het is allemaal de schuld van Pascal. Als ze wat vriendelijker was voor Boma, ja, dan zou het nooit zo ver gekomen zijn. Boma is een lomperik die niet weet hoe hij met vrouwen moet omgaan. De voorzitter is depressief. We kunnen hem toch niet aan zijn lot overlaten. Wilt jij hem eens vragen wat die 18 juni nu te betekenen heeft? Als jij mij nu laat slapen. Ik moet morgen werken. Ik hoop dat Boma al wat vrolijker is. Ja. Huh? Maar meneer Boma, wat gebeurt er nu? Ik trek de wijde wereld in. Niemand ziet me graag. Oh. Ik ga nieuwe horizonten verkennen. Ik heb niets meer nodig. Ja. Een hand brood en een fles wijn volstaan. Meer moet dat niet zijn. Oh. En de kampioenen dan? Ja. De fabriek, de facturen, de klant en wij? Ah ja? Regelt gij alles maar. Mij interesseert het niet meer. Zeg tegen de kampioenen dat ik ze nooit zal vergeten. Oh. Voortaan zoek ik het eenvoudige leven. Adieu! Hij zoekt het eenvoudige leven, maar wel in een Ferrari. Ja. Oh, hij is weg. Doortje, help! Oh. We hebben geen werkgever meer. En de kampioenen geen sponsor meer. Oh, alarm! Oh. Ik moet Xavier inlichten. Help! Ja. En Paul? Wat zal Paul hiervan zeggen? En toen was ze weg met zijn Ferrari. Vroom! Oh, ja. Hij was er erg aan toe. Hij zag eruit als een zwerver. We weten niet waar hij naartoe is en of hij nog wel ooit terugkomt. Ja. Man, man, man. We zitten zonder sponsor. Ja, moest ervan komen, hè. Jij hebt allemaal die arme man zo slecht behandeld, hè. Zeg. Man, man, man. Houd uw mond. Ik weet in elk geval wanneer ik hem terugzie. Hm. Huh? Op 18 juni bij de notaris. Hoezo? Ah ja, op 18 juni ondertekent Boma het verkoopcontract voor het veld. Huh? Alles is in kannen en kruiken. Oh, wat? 18 juni? Maar daarom deed Boma zo geheimzinnig over die datum. Op die dag verkoopt hij het veld aan Fernand. Ik kan het niet geloven. Dat vind ik een gemene streek van onze voorzitter. Ik zeg altijd... Zwijg maar. Als jij hier niet waart, dan zou alles nog koek en ei zijn tussen Boma en Pascal. En dan was hier niks aan de hand. Je moet ons maar niet de schuld geven van wat er is gebeurd, hè. Oh. Zij kiest voor Maurice en daarmee basta. Ik zeg altijd dat Bieke gelijk heeft. Ja, dat is gemakkelijk. Intussen zitten de kampioenen zwaar in de problemen. Allee, waar klaagt jij over? Je hebt al een nieuwe sponsor. Doch, als we die ooit terugzien. Huh? Meneer de Rijk. Tournee Générale. Voor iedereen, hè. Mijn besluit staat vast. Ik investeer in de kampioenen. Hoeveel hadden we gezegd? 100.000 euro? Hier, pak vast. Jullie mogen het natellen. Maar meneer de Rijke? 100.000 euro, Paul. Cash. Loopt u altijd met een koffer vol geld rond, meneer de Rijke? Oh, een beetje pasgeld voor kleine uitgaven. En wat moeten we doen in ruil voor die 100.000 euro, meneer de Rijke? Komt de merknaam van uw product op onze truitjes? Natuurlijk, natuurlijk. Maar wees gerust. Ik ben geen worstenfabrikant. Oh. En wat produceert u dan wel? Dat hou ik nog even geheim, als verrassing. Ik zorg voor de nieuwe truitjes en alles wat erbij hoort, laat het maar aan mij over. Ja, maar daarmee zijn we nog niet uit de zorgen. Op 18 juni verkoopt Boma het veld aan Fernand. Ja. Oh, maar dat kan geen probleem zijn. Meneer Kostermans als nieuwe eigenaar laat jullie zeker verder spelen op het veld. Hij realiseert zich ongetwijfeld dat ik bij hem nog voor vele tienduizenden euro's antiek kom kopen. Voor mijn villa's in binnen- en buitenland.
voor vele tienduizenden euro's. Oh, natuurlijk, ik heb geen haar op mijn hoofd. Denk eraan de kampioenen weg te jagen. Hè. Ik ben zelf de dol op voetbal. Ja, man, man, man. Dat heeft onze nieuwe sponsor mooi opgelost. Ja, allemaal samen, mannen. Leven onze rijke sponsor en hij mag er wezen. Leven onze rijke sponsor en hij mag er zijn. 100.000 euro. Dat is te mooi om waar te zijn, Doortje. En daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Wat gebeurt er met Boma en zijn fabriek? Wat heb je met het geld gedaan, Paul? Ik heb het veilig bij ons thuis opgeborgen. Breng het later wel naar de bank. En denk je dat daarmee alles in orde is? Ja. Boma is verdwenen. Carmen en ik zitten zonder werk. Ja, ja, maar hij heeft toch gezegd dat jij alles moet regelen? Ja, en hoe lang zal dat duren? Tot de zaak failliet is? Ja. Oh, jij denkt alleen maar aan je voetbal, Paul de Tremmery. Ja, en bij wie moet ik nu gaan kuisen? Vertel me dat eens. Je zou thuis eens kunnen kuisen. We moeten Boma terugvinden. Maar hoe? We kunnen toch niet naar de politie stappen? Boma doet wat hij wil, hè? Ah, Boma terugvinden? Dat is toch echt iets voor mij? Detective Mark Vertongen gaat er zich mee bezighouden. Gaat je weer voor speurne spelen, slimmeke? Oh. Ja, meneer Okke. De beste speurhond van de wereld. Jij woont hier toch niet slecht, kop, hè? Oh, onder een brug wonen, dat is ook niet alles, meneer Boma. Maar jij hebt nergens last van, kop, hè? Die vrijheid. Ja. Ik had alles, maar ze hebben mij niet meer nodig. De kampioenen. En ik heb er altijd van gedroomd. Een villa en een Ferrari te hebben. Allee. Zoek, Nerokke. Zoek. Hier, ruik nog eens aan de sokken van Boma. Het kan toch zo moeilijk niet zijn om zijn spoor te vinden? Ah, eindelijk. Goed zo, Nerokke. Zoek, Nerokke. Een viswinkel. Oh. Ja, sorry mannen. Mijn zoektocht heeft tot dusver niks opgeleverd. Ja, nee, ook was wat in de war door de geur van die sokken van Boma. Een viswinkel. Ja. Oh, dat is niet om te lachen, Xavier. Als Boma niet terugkomt, dan zit uw vrouw zonder werk. Oh. Tja, wat moeten Carmen en ik morgen dan doen? Ja. Ga gewoon werken. Misschien komt Boma vanzelf terug als zijn bui is overgewaaid. Ik heb vroeger een beetje management gestudeerd. Misschien kan ik helpen om orde te brengen in de zaken van Boma. Oh, Maurice, als je dat zou willen doen. Maurice kan ook alles, hè. Ja. Oh, kijk daar, Carmen. Paul had gelijk, de Ferrari staat voor de deur. Ja. Boma is terug. Meneer Boma! Meneer Boma! Meneer Boma! Een zwerver! Maar wie bent u? Wat doet u hier? Ik zou u hetzelfde kunnen vragen. Waar is meneer Boma? Wat heb jij met meneer Boma gedaan? Heeft meneer Boma vermoord? Help! Politie! Rustig, Carmen, rustig. Laat meneer zijn verhaal doen, Carmen. Meneer Boma en ik hebben geruild. Ik droomde al lang van een villa en een Ferrari. En hij heeft mij tijdelijk de sleutels van zijn huis en zijn auto toevertrouwd. Oh, en dat moeten wij geloven. Waar is Boma? Dat mag ik niet zeggen. Hij wil niks meer te maken hebben met de kampioenen. Maar waarom toch? Hij denkt dat ze hem niet meer nodig hebben. Dat ze hem niet graag zien. Hij is een beetje down. Terwijl ik hier zat, heb ik wel eens in zijn papieren gesnuffeld. Zijn bedrijf is een puinhoop, maar met een beetje creatief boekhouden... Kent jij daar iets van? Boah. Laten we aan het werk gaan. Met vereende krachten kunnen we orde scheppen in de chaos van Boma. Dat probeer ik al jaren. Het goede nieuws is alleszins dat Boma nog leeft. Misschien komt hij binnenkort wel terug. Hier, Nerokke. Raak aan de schoenen van meneer Boma. En doe het deze keer beter. Goed zo. Bravo. Zoek meneer Boma. Vooruit, meneer Okke. Dit keer lijkt hij op het goede spoor te zijn. Hij vertraagt. Een kaaswinkel. Meneer Boma moet eens leren zijn voeten te wassen. Bravo. Jullie hebben flink gewerkt. Ja. Het is simpel, Doortje. Met een paar handige ingrepen kunnen we het bedrijf van meneer Boma 25% meer winst laten maken. Maar dat zal hij graag horen. Als hij ooit nog terugkomt.